dit is gewoonweg een zijzaal hier in het Museum voor Schone Kunsten. En in die zijzaal, daar zie je allemaal breugels hangen. Eerste en tweede generatie van de oude breugel, de vader en zijn zoon Pieter. Maar het is wonderlijk dat je dat allemaal kan doen. En bovendien hangt een van mijn favorieten, de val van Icarus hier. Icarus die met zijn vader Daedalus in gevangenschap was. En ze willen ontsnappen. Hoe zien we nou iemand vallen? Je moet wel heel goed kijken als je hier rechtsonder die pootjes in het water ziet vallen. Want dat is Icarus. Hij ging, omdat hij het zo lollig vond om te vliegen, te dicht naar de zon. Dus vleugels die ze hadden gemaakt van bijenwas en veren, die smolt en boink, daar viel hij. Wie ziet het niet? De visser ziet het niet, de schaapsherder ziet het niet en de boer die voortploegde ziet het ook niet. En al die schepen ook niet. Maar dat is typisch uit die woelige tijd, dat er iets spannends gebeurt en eigenlijk missen we het allemaal. Dit is de volkstelling in Bethlehem. En om nou eens precies te weten wie overal zit, moet het volk geteld worden. En als je hier naar kijkt, denk je, nou, dat is een leuk wintersdorp, Vlaanderen. Want Breugel is een Vlaming. Wat gebeurt er allemaal? Kijk, daar gaan die lui er naartoe. Maar wie zit er tussen? Kijk, daar in het midden zit Maria op de ezel met Jozef. Pieter Breugel sterft toch wel onverwachts en heeft nog twee kleine zonen. Dat is Pieter en Jan. En die worden door hun oma, zijn schoonmoeder, opgevoed. En Maaike Koeken van Aalst, die is slim. Want die zegt, het werk van jullie vader doet het heel goed. Jullie gaan het namaken. Daar heeft ze een hele methode voor ontwikkeld. En daardoor kunnen de volgende breugelgeneraties voortdurend variëren, of zo niet zeggen, kopiëren het werk van de oudste breugel, omdat het zo goed liep. In deze zaal hangt dus van de kleine breugel, de jongere breugel van Pieter, hetzelfde onderwerp. Kijken we even. Let op met de bomen bijvoorbeeld. De trooschoven die daar liggen. Kijk, als je bij, dit is dus Pieter de Jonge, als je daar kijkt naar zijn bomen, ze hebben die veel meer takken. Er is ook geen dode boom te zien. En daar zijn mannen in de verte een huis aan het bouwen. Dat is hier al een beetje af, bij zijn vader nog niet. En er ligt stro op de grond om het dak mee te dekken. Dus steeds als je zoekt, zie je steeds meer verschillen met wat zijn vader deed. Terwijl het toch als geheel heel erg op elkaar lijkt. Natuurlijk zijn er ook de andere bekende breugelstaferelen. Het winterlandschap met de vogelknip. De val van de opstandige engelen. Een bruiloftdans. Maar in een heel andere ruimte hangt dit, de wijn van het Sint Maartensfeest. Sint Maarten, daar op zijn paard rechtsonder, en zijn boodschap, geef aan de armen, speelt hier geen rol. De wijn was gratis en de slemperij compleet.